De partiële lockdown die onlangs door de president met nog 2 weken is verlengd, loopt deze zondag af. Vernomen wordt dat president Desi Bouterse vanavond zal aangeven of deze lockdown verlengd of versoepeld wordt. Onze nieuwsdienst was vandaag in de binnenstad en heeft met enkele burgers gesproken over de COVID-19 maatregelen. Een van de COVID-19 maatregelen is dat mensen eigenlijk thuis moeten blijven. We zijn nu in de binnenstad en zien een drukte van je welste. Files op de weg, heel veel mensen die op de been zijn. Hetgeen volgens mij zo'n beetje aangeeft dat de mensen het advies blijf thuis niet meer als zodanig opvolgen. We komen hier een paar mensen tegen en we gaan met de mensen praten over de COVID-19 maatregelen. Wat zij er tot nu toe van vinden. De maatregel. Misschien naar Bodrogjere, Onassanassani. De maatregel is pleeg naar COVID. Dat is mijn gebruik aan COVID. Bereik dit doel. Wat zei je dat? COVID naar de Asrana? COVID naar de Asrana, je begrijpt toch? Maar de maatregel is pleeg naar COVID, maar de maatregel is gebruik dit doel. Je begrijpt toch? Zo maar naar de man. Ik ben een kar de man, dat is de waarheid. Dat is de bedreiging, dat is de keer. Je begrijpt toch? Maar is dat zo over zou het ik bij toch? Nee, ik ga ervan uit, je hebt over politiek. Ja, je hebt een gang toch? Je hebt een maffia gang toch? Je begrijpt toch? Dat zei je toch? Want eigenlijk, dit is mijn actie, Tana Oso, hoor afstand. Jij doet niks aan dat. Luister. In Tana Oso, maar. Als je geen regering is, nee, je is maar niet samen aan ons. Bijvoorbeeld, je bent een ondernemer. Dat is een bedrijf. Zomaar ook je money. Alle de mensen zijn ook in het ons. De mensen kiezen de money eind van de maand. Je lukt je maar niks in een kiezen. Dus een van de maatregelen is een sociale afstand. We zien dat mensen hier in een zaak staan. En het is niet echt een sociale afstand. Mevrouw, er is niet echt een sociale afstand hier. Bent u niet bezorgd? Oh, heel erg bezorgd natuurlijk. Heel erg bezorgd? Ja, ja. Wat vindt u van de maatregelen? Ik vind ze wel goed. Het zijn heel goede maatregelen. Maar jij natuurlijk als burger moet dus wel dat in acht nemen. Om dus die protocollen na te leven. Toch? Denkt u dat het makkelijk gaat of moeilijk? Want net wat ik zei zo net, zag ik niet echt als sociaal. Makkelijk, gaat niet zo makkelijk. Dus plotseling dacht ik ook eraf van, hé, hey, ik moet dus toch wel afstand houden. Ja, maar het lukt wel. Ja, het lukt wel. Vindt u dat de maatregelen verlengd moeten worden of versoepeld? Niet zo snel. Het moet toch wel, even nagedacht worden van, om dus toch wel goed naar te kijken. Vooral de scholen vind ik toch wel belangrijk, de kinderen. Ik zie dat u met een mondkap loopt. Waarom? Nee, gewoon voor de zekerheid. No? Voor de zekerheid heb ik het gewoon. Want u weet, er is een discussie toch, moeten mensen mondmaskers opzetten? Ja. Als ik op de wereld kijk, no? Vooral waar het meer besmette mensen zijn. Iedereen draagt wandelt met mondkap, dus ik probeer mijzelf te beschermen. Dus dat is het. Maar wat vindt u van de COVID-19 maatregelen? Nou, is goed. Prima. Prima. Ik vindt u dat ze verlengd moeten worden of versoepeld? Het moet eigenlijk verlengd worden. Denk nog 2-3 weken. Nog een maand zo. Waarom? Want die oost- en westgrenzen is echt niet beschermd. En de mensen steken zo over. En je weet, Frans-Guyana heeft veel mensen daar besmet. En Guyana ook. Vooral Springland en die daar. Dus daarom eigenlijk moet het verlengd worden. En die grenzen moeten eigenlijk streng bewaakt worden door militaire, politie en denk door die mensen daar. Weet je wat die maatregelen zijn? Ja. Wat zijn ze? Handen insmeren met Tanisa Hentijzer. Mondkap, handschoen. Ja. Denk jij dat... Wat... Afstand van elkaar staan. Maar sommige mensen zeggen dat het virus niet in Suriname is. Vind je dat ook? Het is in Suriname, ja. Ja, het is in Suriname. Maar ik zie dat jullie geen afstand houden. Jullie kennen elkaar, jullie weten, jullie zijn safe. Ja. Hoe weet je dat? We zijn bijna elke dag samen. Ja. Wat zeg je tegen de samenleving in verband met COVID-19? Mensen, blijven jullie thuis.
Al dus enkele reacties uit de binnenstad in zaken de COVID-19 maatregelen. De meningen zijn verdeeld over het wel of niet verlengen van de maatregelen. Feit is dat de binnenstad, die vanaf 3 maart bijna leeg was, weer tot leven komt.